Goedendag dames en heren en welkom weer. Allereerst Milan Knol, hartstikke bedankt voor de aandacht. Als alle abonnees van Milan Knol ook even bij mij abonneren, dan heb ik gelijk ook 1,4 miljoen. En dan kan best maar zo zijn dat ik ook nog een keer een paar cent verdien aan YouTube. Nou, wat zijn we vandaag aan het doen? Wij zijn vandaag aan het doorzaaien, eigenlijk is het herinzaaien. Dit is de wei, zoals je achter me ziet, voor het huis, voor de boerderij. En deze was gewoon ronduit slecht. Er stond eigenlijk geen goed gras meer in. Het was allemaal onkruid. En mee in doorn in het oog, mag ik wel zeggen. Nou, zul je zeggen, van, nou, waarom ploeg je dat niet? En zaai het gewoon in. Nou, er zit hier denk ik zoveel zwarte grond op. Of donker gekleurde grond, want die is zwart. En dan zitten we op het scherpe zand. Dus ja, ploegen is dan eigenlijk geen optie. En dus hebben we gekozen voor doorzaaien. En dan kiezen wij voor een Fredo doorzaaimachine. Of in elk geval een machine die het zaad in de grond brengt. Je hebt natuurlijk ook voor die wietergen met zo'n zaadbak erop. En het regent wat en de lens wordt vies. Met zo'n zaadbak erop, die het zaad een beetje op de grond gooien en dan een beetje erin frommelen. Ik ben allemaal niet zo kapot van, het moet echt in de grond, vind ik. Dus we doen met een Fredo zaaimachine. Zoals je hier allemaal ziet, aan die kleine streepjes hier allemaal, is het allemaal mooi dicht op elkaar. Als het goed is, vinden we dan hier ook zaad. Ja, dat is zaad. Ja, netjes weer in de wereld. En dan hopen we natuurlijk dat er weer persoonlijk gras groeit. Het regent nou, morgen is ook weer regen voorspeld en dan wordt het toch weer wat droger. Maar gewoon in ieder geval de ringaspoel eens proberen, hè. Maar goed, wat voor zaad zit hier dan nog in? Daar doen we, we hebben hier gewoon een simpele BG4 in. Een simpele BG4 zit hierin, want deze wij gebruiken het meest om kalfjes in te weiden en... ik ga wel aan de kant. Kalfjes in te weiden en die moeten gras natuurlijk leren. En dan moet je niet van dat hele harde gras hebben. Dus het is wel een zacht soort gras waar een kalf lekker makkelijk op weg knabbelt. En het grazen is ook leren. Een kalf moet gewoon het grazen leren. Het is natuurlijk wel een redelijk gedeelte instinct, maar ze moeten het wel leren. Het is wel belangrijk als ze later ook als koe goed grazen. Dus, vandaar. Trouwens zou ik zeggen, like, reageer en abonneer voor meer. Volg mij uiteraard op Facebook en Instagram. En let's make farming great again!